bij ons in de uitzending wilt zijn. Hoe duidt u wat er gebeurd is vandaag? Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Ik zit hier op een bijeenkomst met allemaal mensen van de NAVO. En toen we dat hoorden, stonden we toevallig in de bar. En toen gebeurde dit. En de eerste vraag was natuurlijk, is dit opzettelijk of is dit een afzwaai? En dat was de eerste vraag. Als het opzettelijk is, dan is het een daad van de oorlog. We hadden toevallig net op dat moment ook over de hele discussie over kernwapens, waarover in Ankara is gesproken door het hoofd van de CIA en zijn counterpart in Rusland. En toen werd er gezegd, nou ja, als dit opzettelijk is, dan hebben we dus echt nu een verschrikkelijk probleem met betrekking tot de escalatie. Toen kwam al heel snel het vermoeden binnen dat het toch waarschijnlijk een afzwaaien was, of misschien zelfs wel brokstukken van een Russische raket die uit de baan waren geraakt doordat een Oekraïense antiraketraket hem had getroffen. Dus dan zou het inderdaad niet opzettelijk zijn. En toen werd hier een beetje aangenomen, ja, dat zal wel niet opzettelijk zijn. Dan zie je eigenlijk een zucht van verlichting. En dan zeggen de mensen, nou ja, dan moet er even worden gebeld via een hotline. En dan zal waarschijnlijk toch de NAVO-raden bij elkaar worden geroepen op grond van artikel 4, hè, dan komen de consultaties. Dat zal dan de uitkomst kunnen zijn van het overleg dat het Poolse kabinet heeft gevoerd. En dan gaat iedereen heel hard van het hoofd van de toren blazen. En vervolgens gebeurt er niks. En dan wordt er enorm gesust om de zaak niet verder uit de hand te laten lopen.